Ik ben lekker aan het dwalen op het Hintamarijnde. En hier is een nieuwe winkel geopend. Oh, en dat vind ik zo leuk om er binnen te gaan. In en verkoop van LP's, CD's en merchandising. Maar ik ga vooral om het vinyl, de oude LP's, de singeltjes. Ik ben een tijdje geleden mee begonnen met het verzamelen weer van LP's die ik vroeger op mijn slaapkamertje draaide. En gegarandeerd dat ik hier mijn collectie kan uitbreiden. En ik moet echt blijven kijken, dit is zo leuk. Ik ben super enthousiast, ik ben nog niet eens binnen geweest. Kunnen we nagaan. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. To live without my music would be impossible to do. In this world of troubles, my music pulls me through. Pierre van der Zanden, Hintamarijnde nummer 33, The Record Hustler. Waar staat dat voor? Voor de platenhosselaar. Kijk, door de jaren heen, heel veel mensen hebben me altijd gewoon de hosselaar genoemd. Zoek jij een plaat, binnen 2 weken heb ik hem vaak al in mijn handen. Dus ja, ik moest op een gegeven moment een naam hebben voor de winkel. En die was gauw genoeg geboren eigenlijk. Het was je bijnaam al? Dat was eigenlijk mijn bijnaam al. Echte hosselaar, platenhosselaar. Dus ik denk van nou ja, alle standaardnamen zijn ondertussen wel een beetje bekeken. Ik denk van nou, dan gaan we die hebben. Ik heb het idee dat ik op, gevoelsmatig, voor jou misschien niet, maar ik heb het idee dat ik op een unieke plek ben. Ik heb gesnuffeld, ik ging terug in de tijd, ik kreeg weer, gewoon flashbacks. Wat is het heerlijk om hier rond te lopen? Ja, ik denk dat heel veel mensen dat wel hebben. Ik bedoel, ik denk dat er geen één plek in Nederland is en misschien wel omringende landen waar gewoon zoveel platen bij elkaar opgestapeld liggen. Dus je hebt de keus. Is vinyl, want daar praten we over, hè? Over het algemeen. Het grootste deel wat je hier hebt is vinyl. Is dat weer helemaal hot? Ja, super, super hot. Ik bedoel, er komen mensen van 15 jaar oud komen binnen en vragen naar Cher-platen of Fleetwood Mac. Je kunt wel merken dat het echt weer helemaal terug is eigenlijk. En als je kijkt ook bij audio speciaalzaken, je kunt nog geen cd-speler meer krijgen. Het is of platen of streamen. Cd's gaan gegarandeerd verdwijnen en hebben binnenkort miljarden onderzetters. Wel mooie, maar... Ja, onderzet. Hele mooie onderzettertjes. Ja, dan moeten we nog misschien 30, 40 jaar wachten en dan gaan we daar weer een speciale zaak voor beginnen, voor die cd's. Dan is misschien de cd wel weer helemaal hot item, maar momenteel, een cassettebandje is momenteel nog populairder dan een cd. Dus ik voorspel weinig goeds voor de cd eigenlijk. Maar... Nou, het is geweldig. Je hebt qua breedte heel veel staan. Hè? Dus iedereen die kan hier wel zijn genre vinden. Iedereen komt hier aan zijn trek. Of jij nou van Willy Alberti houdt, of van Marduk, of naar Wagner luistert, of naar willekeurige jazzgrootheid. Ik heb het eigenlijk allemaal staan. Iedereen mag meedoen. Stel nou voor dat iemand zoiets heeft van, ik heb hier een flinke bak LP's. En ja, daar luister ik eigenlijk helemaal niet naar. En door de jaren heen verzameld, cadeau gekregen. Ik wil er vanaf. Kunnen ze dan ook verkopen, inruilen? Hoe werkt dat? Ja, dan kan ze wel verkocht worden als ingeruild worden. Kijk, als mensen de platencollectie willen verkopen, heel graag. Want ja, dan ga ik wel weer een nieuw baasje verzoeken natuurlijk. Ruilen kan ook. Kijk, ik heb zat mensen die bijvoorbeeld zeggen van ik heb door de jaren heen een paar gokjes die niet goed uitgepakt zijn. Ja, daar wil ik vanaf. Ja, dan kun je ook zeggen dat je die ruilt tegen een paar platen uit mijn voorraad. En dan doen we gewoon in waarde oversteken. Gaan we even uitzoeken wat die plaat voor jou waard is, wat mijn plaat waard is. En dan steken we gewoon eerlijk over. Dat is ook mogelijk. Ja, je hebt behalve de LP's, de 12 inches, de singeltjes. Ik zie toch nog wat cd'tjes, onderzettertjes staan. Ik heb cassettebandjes, die zijn er nog niet heel veel. Je had een mooi doosje, ik heb er al eentje uitgepikt van Boney M. Maar je hebt ook hardware, hè? Je hebt ook gewoon lekker die oude 3-in-1 pick-ups met de cassettebandje, de pick-up, dat staat hier ook. Is die voorraad altijd aanwezig? Daar heb ik altijd een zekere voorraad in combinatie met andere afspeelmogelijkheden, cd-spelers, platenspelers, cassettedecks, je kunt ze gek niet verzinnen. Ja, je hebt natuurlijk de jeugd, die zijn wel weer heel geïnteresseerd in cassettedecks of in vinyl, alleen ja, ze hebben het budget niet. Dus ja, kijk, in deze manier kan ik die jeugd toch voor een paar tientjes een leuke platenspeler of een leuke cassettedeck bieden. Zodat ze voor weinig geld toch kunnen aftasten, is dit wel iets voor mij?
Het is niet voor iedereen. Hoe mooi is het dan als je als opa en oma zitten te kijken? Of vader en moeder die vroeger gewoon de cassettebandjes draaiden. Voor de verjaardag van hun zoon. Zou men zeggen, een mooi compleet pakketje kan kopen tegen een superbetaalbare prijs. Ja, dat zie je ook gebeuren. Dat is mensen echt van, oh goh, onze Tim of ongeacht wie is heel erg in geïnteresseerd. Ik heb niet veel budget, €75. Nou, dan kun je hier al naar buiten lopen met een draaitafel en een stapeltje platen. Nou ja, dan is het voor zo'n jongen natuurlijk heel makkelijk om even te kijken en af te tasten van, vind ik vinyl wel leuk? Nou, dan kun je nog eens een keer aan het vriendinneke vragen, ga er mee boven plaatjes draaien. Ja, bijvoorbeeld, als het dan een beetje gezellige muziek ook is, dan zal ze dat denk ik helemaal niet vervelend vinden. Maar gaat toch een zekere romantiek ook vanuit van platen, hè? Ja, absoluut. Ja, ik vind het tik en af en toe het krasje. Ja, ik vind dat wel. Ik hou er wel van. Ja, sowieso het hele ritueel. Plaat uit de hoes halen. Je hoeft er geen sterrenkijker voor te hebben om de teksten mee te kunnen lezen. Naarmate we ouder worden, krijgen we er allemaal iets meer moeite mee natuurlijk. Ja, je hebt echt iets in je handen. Je geeft iets door aan elkaar. Het is gewoon leuk om met een pakket platen op de bank te zitten. Terwijl cd'tjes, ja, daar ga je mee gooien. Het zijn gewoon plastic rammelbakjes. Je moet er de sterrenkijker voor hebben om de teksten in boekjes te kunnen lezen. Je kunt er ook niks mee. Ja, ik denk wel dat de romantiek zoals jij die beschrijft echt heel goed beschreven is. Want zo is het wel. Want de plaat draai je niet alleen. Dat doe je vaak gezamenlijk. Hè, en de handelingen die je moet doen. Ja, ik vind het gewoon heerlijk. Ik heb uit jouw bak van André Hazes mijn collectie helemaal compleet gemaakt. Dus ik ben er echt super blij mee. En ik had nooit verwacht dat ik het voor die prijs kon krijgen. Dus dankjewel. Ja, jij ook. Bedankt voor de klandizie natuurlijk. Ja, ik heb toch nog één vraag, Pierre. Dat is de laatste. Waar ligt jouw allergrootste wens? Welke LP of welke stuk vinyl moet er in jouw privécollectie komen? Oeh, dat is een vraag die krijg ik vaker. Lastige vraag. Ik kan wel 100 platen noemen die ik wil hebben. 1 plaat is heel moeilijk, maar aangezien de vraag al vaker gesteld is, kan ik er wel antwoord op geven. Ik zou heel, heel graag de Venezuelaanse persing van Made in Japan, van Iron Maiden, graag in mijn collectie hebben. De welke persing? Een Venezuelaanse. En eigenlijk om die reden dat het alleen in die land met een unieke hoes is uitgekomen. En die is mega zeldzaam. Dat is een plaat, €300-400 is niks. Die zou ik heel graag nog een keer toevoegen, maar niet voor €300-400. Want ik heb die plaat al 20 keer. Maar dan puur vanwege de hoes, want die verschillen dan ook. Want dan kom je natuurlijk echt op collectors, op verzamelaars uit, die hier natuurlijk ook een gram kunnen komen halen. Ja, dat is echt collectorsgeneuzel, zoals ik dat zelf noem. Dat gaat niet meer om muziek, dat gaat allemaal om statistieken eigenlijk meer. Maar dat zijn de pareltjes? Dat zijn echte pareltjes. Die ga jij niet vinden op een rommelmarktje voor een dubbeltje. Maar ben je al in Venezuela geweest? Nee, nog nooit. Wel vrienden die er naartoe zijn geweest. Ik zeg, als je hem vindt, doe me een lol. Maar ook daar is die plaat praktisch onvindbaar. Er zijn er niet zo heel erg veel van. Die is heel snel weer uit de handel getrokken, omdat het die hoes had. Dus ja, dat is moeilijk. Die zul je alleen op eBay gaan vinden voor het volle schot. Tot slot, je zit hier in Zettergebos op het Hintamarijn, de nummer 33. Wat zijn je openingstijden? Mijn openingstijden zijn woensdag en donderdag van 12 tot 9 uur 's avonds. Dus ook werkende mensen kunnen nog eens langskomen. Vrijdag en zaterdag van 12 tot 8. En de rest ben je keihard aan het werk om alles te categoriseren? Keihard aan het uitprijzen, keihard aan het zoeken. Er komt heel veel bij kijken en... Ja, die dagen die heb ik ook nodig. Want anders dan gaan de bakken leeg en komt er niks meer bij. Dus die dagen heb ik echt nodig om alles weer uit te prijzen. Dankjewel voor de flashbacks. Jullie bedankt voor het interview. Weer 7 platen van Hazes in mijn collectie. En, toch even laten zien. En die ga ik nu ook verzamelen. Dus heb jij toevallig nog cassettebandjes thuis? Originele zo? Dan hoor ik het graag. De eerste heb ik Boney M. By the rivers of Babylon.